groot, groter, grootst. He? Wij denken vaak hoe meer, hoe beter. Maar kwantiteit is de vijand van kwaliteit. Want als je weinig hebt, dan ga je harder werken, ga je beter je best doen. Dat is iets waarmee ze hier op Sardinië hebben leren leven. Ze hebben hier niet veel. Tekort aan water, weinig geld. Maar een overvloed aan zon en aan levenskracht. En met die combinatie maken ze hier fantastische producten. Niet veel, maar heel goed. Of, zoals de boeren hier zeggen, nella botte piccola e il vino buono. Oftewel, in die kleine vaatjes zit de fijnste wijn. Ik ben Ilja Gort, wijnboer in Frankrijk, maar verliefd geraakt op Italië. Ik vervolg mijn reis door dit prachtige land van het hoge noorden naar het puntje van de Liars. Ik wil erachter komen waarom de Italianen zoveel talent hebben om te genieten. Van lekker eten, van prachtige wijnen, van schoonheid. Wat zegt al dat heerlijks over de Italiaanse ziel en over het land? Wat is het geheim van La Dolce Vita? In deze aflevering trek ik over het eiland Sardinië, waar ze van de nood een deugd maken. In Monti geven ze de druiven nieuwe wortels om het kleine beetje water dat er is te bereiken. Op die manier zou je dus de benen van Usain Bolt kunnen combineren met de hersens van Einstein. In Calangianus bewaren de bomen het kleine geheim van goede wijn. Prachtig dit! Kijk, is de jas van een boom! Op de heuvels van Nuoro zoekt schaapherder Gigi naar sappige bergweides om zijn pecorino-kaas nog meer smaak te geven. Het lijkt me een beetje op een schaap nu. En als de zon onder is en de glazen gevuld, tonen de Sardijnen hun ware gezicht. Oh. Salute! Salute. Ja! Ja! Che sia logico scoprire in mezzo al traffico di amarsi in modo cosmico, ma un attimo che poi non è brido. L'amore sembra consumato già. Sì, con quello che succede, quello che si vede intorno, non dobbiamo riconoscere la strada del ritorno ad ogni anno. Hier zitten ze in. Sardientjes. Je ziet ze niet, maar om die rotsen zwemmen allemaal sardientjes. Zoveel dat ze dit hele eiland ernaar genoemd hebben. Sardinië. Het is een klein visje, niet groter dan je hand, maar heel gezond. Vitamine D, goed voor je botten. Omega 3, goed voor je hart. En kleine visjes zijn gezonder dan grote, want die slaan minder vervuilende meuk op in hun lijfjes. En dit kleine zilveren visje is wereldberoemd geworden toen in 1810 een Engelsman het sardineblikje uitvond. Alleen, de blikopener was nog niet uitgevonden. Dus een halve eeuw lang heeft toen iedereen enorm zitten klootviolen om dat blikje open te krijgen. Dat ging niet. Pas 50 jaar later vond een Amerikaan de blikopener uit. En toen kon hem dus sardientjes eten. Maar gelukkig hebben we tegenwoordig het lipje. En nu kan dus iedereen gewoon met één beweging, hop, sardientjes eten. En die dingen zijn lekker. Echt ongelooflijk. Lekker. Ik eet Sardinië. Ik ben op zoek naar Pierre Franco. Hij is de bakker en de wijnboer van dit dorpje Monti. Hier, ergens in de heuvels rond het dorp, schijnt hij een fantastisch lekkere vermentino te maken. Hey, ik ga niet. Hey, piccolo cane. Ciao, cane. Ciao, bella.
Conosce Pier Franco? Franco? Sì. Franco chi? Viticoltore, Pier Franco. Ah, Pier Franco, il pane, quello del pane. Sì. Ok? A quarta via a sinistra. Sì. Grazie mille. Prego. Ok, bacio. Dove è Pier Franco? 1, 2, 3, 4. Buongiorno. Buongiorno, prego. Dove è Pier Franco? Pier Franco è in campagna, a Susan Bindos. Allora, devo spiegare la strada. Sì. Questa strada? Sì, devi andare sempre avanti e poi a destra. A destra? Sì. Tu devi fare tutta una strada con i tornanti. Sì. Appena trovi il bivio SOS Ambinzos, lo trovi lì. Ok. Ok? Ok. E un pane, per favore. Merde. Mooi gezicht dit, kijk hier. Dan zijn ze de wijngaarden echt aan het veroveren op de aarde. Want dit is een heel lastige grond, een soort oerwereld met hele grote rotsblokken, alsof die door een reuzenhand zijn uitgestrooid. Enorme blokken. Die heeft Pier Franco, mijn vriend waar we straks naartoe gaan, zul je zien, dat is een pittig baasje. Al die rotsblokken eruit gehaald en nou de grond egaliseren, ploegen en doen. En waarom doet hij dat allemaal? Omdat hier stroomt het goud van Pier Franco, namelijk aqua. Ah, Pier Franco. Ciao, Ilia. Come stai? Molto bene, e tu? Benissimo. Si lavora, si lavora. Bene? Sì, sì, okay. Tutto bene, tutto a posto. Si lavora, si va avanti. Het is lente. De wijnboer is druk bezig met een bijzonder voortplantingsproces. Hij gaat een oude druivensoort op een lekker jong wortelstokje zetten. Adesso. Questa è la stecca con, okay, con le gemme, ok? Sì. Vedi le gemme? Okay. Quale pianta? Fermentino. Fermentino. Questo è fermentino, ok? Che è originale qua? Questa è stata presa dalla vigna di mio nonno. Sì. Poi è andata a finire nella vigna di mio padre. E adesso è qua. Dit wat je hier ziet is dus enten. Waarbij je dus een stukje ogenschijnlijk dode plant in een levende wortel plaatst. Dus moet je voor, en dat gaat dan gewoon weer groeien en dat wordt dan een hele nieuwe plant. En op die manier zou je dus de benen van Usain Bolt kunnen combineren met de hersens van Einstein. Dan krijg je natuurlijk een geweldige, in dit geval, druif met hele lekkere wijn. Prendiamo il la raffia naturale. Questa è naturale, non sintetica. Okay. Non sintetica. Sì, raffia, okay. Sì, sì. Questo è sì. Ma tutti fanno così? Sì, cioè okay. Tutti, non tutti perché non lo fa più nessuno adesso. Aha. Soltanto noi e qualche altro. Ok. Ok. Zo kunnen die sterke oude wortels het schaarse water uit de grond sukken voor de jonge, nieuw geënte Fermentino-druifjes. En non si rovina. Ah, va bene così. Ok? Ok, sì, sì, sì. Perfetto. Questo deve essere coperto. Proseguiamo? Sì. Andiamo. Hai visto? Piove? Ehi, piove! Hai visto? Va bene per la vigna. Sì, sì, eh? Sì, per fortuna. Prego, prego. Ci voleva. Grazie. Kijk, dat is eventjes een verschilletje met Nederland. Hier springen ze een gat in de lucht als het gaat regenen hier op Sardinië. Want hier zeggen ze, de regen brengt het leven. Vieni, Ilia. Vieni, ti faccio vedere un bel posto.
Occhio, vieni. Questo l'ha fatto un lontano parente di mia moglie, alla fine del 1800. Wow. Ok? Mamma mia, che bella porta. Ti piace, hai visto? Sì. Ik kan het niet laten, ik moet het even proberen. Ach, een tover. C'è ancora l'acqua, guarda. Het water is dus kristalhelder. Puur, zuiver bergwater. Ik heb de bron van de eeuwige jeugd ontdekt. Nu blijf ik voor eeuwig jong. 200 en eeuwig potent. E tutto è la sua terrena? Sì, qui fanno la caccia. Ok. Fanno la caccia. Ah. A cinghiale. Cinghiale? Uh-huh. Andiamo, hey. Andiamo, andiamo qualcosa, dai. Va bene. Che bello, posto. Bello? Sì. Buongiorno. Sì. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ciao. Questo è pane sardo. Pane sardo, ok, va bene. Ok. Questo è pane con i ciccioli e le cipolle, ok? Formagelle, ricotta e formaggio. Ja, dat is een beetje een nadeel als je dus wijn gaat proeven bij een Italiaanse wijnboer, dan moet je als eerst even wat eten. Maar goed, ik offer maar wel weer op. E questi? Questo è panadas. Panadas? Nee, Nico. Farina, okay. Acqua, sale e carne di maiale. Okay, assaggiamo un vino. Allora, adesso assaggiamo, Ilia, assaggiamo il vino. Ok. Salute. Salute. Una bella donna. Salute. Fermentino. Salute. No, non c'è male. Ti piace? Sì. Lo spiego, venite. Vendemmia a mano. Ok. Vendemmia fatta a mano. Ruccio. Ok, niente macchine. Ma il terreno è povero, è duro. Povero là, povero là, quasi. Sì, sì, sì. Sì, vabbè, il vermentino è tipico della Sardegna, della Gallura, okay, della Gallura. Okay. Quindi è abituato a stare con poca acqua. Quindi dà il massimo in queste situazioni. Allora, salute! Salute! Okay. Salute! 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 De wijnboer is niet de enige die bezig is het beste uit de rotsachtige grond naar boven te halen. Ik rij het eiland over, de bergen in, op zoek naar Gigi, die zijn leven deelt met 200 eigenzinnige blonde dames. Oh ja, en een enkele brunette. Goed. Gigi, finalmente! Difficile, ha trovato. Quando siamo qui in campagna è sempre un problema. Però la natura. La natura, bello, sì, bello, sì. Bello, bello. Bello. Gigi vindt dat hij de beste kaas van Italië maakt. Pecorino. En die wil die speciaal op deze zeer ontoegankelijke plek wil die maken. Maar perché questo terreno è così speciale, così particolare? Particolare perché è l'erba particolare, ah, che poi fa dare un formaggio e un latte prelibato che, okay, non c'è da nessun'altra parte. Beh, ça mi sembra normale? No. No? Attenzione, c'è picche. No, questa non fa niente. Sì, no. Sì, sì. No, 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 no. Ok. Se questa... pincere, non pincere. Questo è il maschio. È la femmina che punge. Ah, ok. Sì, het zal zien. Het is de vrouw die prikt en de man niet. Questo pecora mangia, punta, lascia questo o sceglie altro. Lei sceglie la parte migliore e dà profumo al latte e qualità, sapore. Ah, le munge, eh? Vieni, Natalino, pungendo. Ah, ok. E tutti alla mano? Tutto a mano. Ok. Mattina e sera. Mattina e sera, due, sì, due volte per... Sì. E il formaggio è costoso. Ma non al pastore, no. Perché no? Perché il latte qui in Sardegna lo pagano a 80-85 centesimi. Ah. Tu considera che per fare un chilo di formaggio ci vogliono, sì, 6 litri di latte. Ok.
6 litri di latte ora stanno pagando 85 centesimi. Quindi pagato il latte sono 6 per 8, 48, neanche 5 euro. Il formaggio a noi ce lo comprano massimo esagerando a 6 euro e loro lo vendono nelle grosse distribuzioni a 22, 23, 25 euro. Quindi il pastore lavora, chi guadagna è l'altro, non noi. Noi solo lavoro. Pioggia, neve, acqua, sole. No, peccato. Sì. Ja, dit snijdt me door mijn ziel. We moeten echt leren dat je moet betalen voor goed eten en goede wijn. Dit soort kleine producenten steunen en helpen. Posso degustare? Vai, vai, assaggia. Bene. Buono? Sì. E come il cappuccino? Qualità. Sì, qualità. Latte carico di proteine, caseina, veramente sostanzioso. Poi adesso con erba mangiare qualità ottima. Ok. Latte sardo, number one. Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Ehi, 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 ehi. Mettiti là, mettiti là. Ehi. Gigi neemt me mee naar zijn Pinetto. De eeuwenoude typische Sardijnse huisjes speciaal voor het roken van pecorino kaas. Oh. Qui? Vai. Ok. Latte adesso... portato, adesso bisogna fare il formaggio. Ah, ok. Devo un po' di kaas maken. Questo è l'oro bianco. L'oro bianco, il witte goud. Allora. Caglio di agnello. Ah, ok. Okay. Adesso sì. Lo prendiamo, okay. Aspettiamo la cagliata e lo copriamo. E poi facciamo il formaggio. Ok. Terwijl de melk stolt, pakken wij vast een glaasje Cannonau. Che bello. Qua è un posto meraviglioso. Nou. Een donkerrode Sardijnse wijn met de smaak van rotsblokken. Salute. Quinto. Sì. A cantanos. A cantanos. Un posto meraviglioso. Bellissimo. Qui è la storia. Sì, sì, sì. Con le mani raggruppato in un'unica parte dove diventa una forma grandissima e poi è pronta per essere messa per fare la forma. Dammi il coltello. Prego. Perfetto. Het lijkt wel een beetje op een schaap nu. Sì. Oké. Okay. Lekker hoor, zo lekker kleien met die kaas. E adesso? E adesso questi ancora non sono pronti, però quelli sono pronti per andare a affumicarli. Ah, ok. È importante che il tipo di pianti che usi? Sì, questo è fondamentale. Aha. Questa gli dà un profumo più dolce al, al formaggio. Vedi? Okay. Ah. Sei buono? Prova. Non sei abituato, buono, buono. Buono, buono, buono. Worden zelf ook gerookt hier in deze rookkamer. Posso andare all'extra... No, rimani qui insieme al formaggio. Ah, ok, we moeten hier blijven. Beh, tutto sommato bello. Sì. Sta fumo è bene. No, ok.
Grazie. Morbide. Questo ha 3 mesi. 3 mesi? Ok. Assaggio. Petite. Buono? Ja, ik moet zeggen, het is een heel lief kaarsje. Ik had gedacht, ik ga die harige armen proeven die in de melk zitten. En die dikke vingers en die rook. Niets van dat al. Het is een heel vriendelijk, lief, vrouwelijk, zacht kaarsje. Molto feminine. Allez, salute. Alla donna. A quinto. Sì. E ho bevuto. Orgosolo. De plaatselijke markt is niet echt wat de Fransen zouden noemen een grande spectacle. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Tutto a posto? Tutto quasi. Tutto quasi? Ok. Bene, bene venduti? Poco, poco. Poco? Perché poco? Un po' di crisi. No. La gente non lavora, non ha soldi. No. Veramente? Sì, sì. Ok. In Sardegna il fatto di vino, di buon formaggio, allora un sacco di storie. Sì, per piccola l'economia, quella lì è piccola economia. Okay. Ma qui si tratta della concorrenza dalle strutture molto grosse, ci sono grossa distribuzione. Ah, invece stanno. Mi chiamo città. Stanno ammazzando. E vabbè. Ook hier moeten we de kleine boertjes dus steunen waar we maar kunnen. Maar gelukkig kan dat ook hier op Sardinië. Kleur, man. Kijk. Prachtig. Daar wil ik wel een bakje van. Kijk. Ah, oké. Okay. Grazie. Grazie a te. Oké. Okay. Buona giornata. Grazie. Dove prendi i piccolini, i piantini? Io le coltivo, metto il seme. Lei? Sì, sì. Ah, ok, ok. Io, mio marito e i miei figli. E come mai italiani pollici verdi? È bella, è la nostra risorsa, la terra, noi da sempre l'abbiamo coltivata. Ah, okay. Poi qui in Sardegna abbiamo tanto sole e poi sa anche quello che mangia. Sì. Perché lo coltiva da sé e quindi... Biologico? Biologico, certo. Meglio per la salute? Il concime... Non usano concimi chimici, si usano il concime, il letame delle nostre pecore. Sì, ok. Un piccolo fragole. Grazie. Ok. Sono buone? Sì, molto buone. Ma lei non ha fragole? No, no. Mm. C'ho le piantine delle fragole, le vuol vedere? Le vuol vedere? Aspetta. Queste sono le piantine delle fragole. Vedi? Oh. Cos'è il più venduti di tutti? Il pomodoro. Pomodoro. Il pomodoro, perché il pomodoro serve appunto per fare il sugo per la pasta e poi anche a mangiarlo così, specialmente d'estate. Pomodoro, formaggio pecorino. Sì, sì, sì. Prosciutto sì. Fatto in casa. Anche, sì. Allora, questi qua. Le macchie rossi? Questa, la vaschetta rossa, le mettiamo per fare il sugo, per fare il sugo, per fare gli spaghetti. Okay. È un pomodoro più piccolo, è molto polposo. Ah. Capito? Polposo. Invece questo è il pomodoro che usiamo per fare l'insalata, per mangiarlo crudo. Ah, ok. Lo mangiamo con la mozzarella, col pecorino. È un gusto diverso? Sì, sì, è un gusto diverso. Sono più grande? Questo è molto più grande. Ah, ok. Grazie mille. Prego, grazie a lei, arrivederci. Okay, arrivederci. Arrivederci. Un bacio. Di che cosa parla veramente una canzone? Di che cosa parla veramente? Di che cosa parla veramente una canzone? Ik ben onderweg naar Nino. Hij en zijn familie bewijzen al meer dan 200 jaar dat je ook heel groot kan worden met kleine dingen die de natuur ons geeft.
kleine dingen die voor een wijnboer zoals ik van groot belang zijn. Nino. Ciao, Ilia. Buongiorno. Buongiorno. Come bene? Stai? Bene, bene. Sì? Tutto a posto, ho fatto un buon viaggio. Sì, 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 sì. Bellissimo. Sì. Sì. Bravo. La foresta. È bella, sì. Sì. È bella... La natura. Ma ci hai fatto la raccolta? No, questa no? È dell'anno scorso. Ah, dell'anno scorso. Infatti, vedi, comincio a cambiare colore. Questo colore rossiccio è dato dai tannini. Rossiccio? Che bello sono colore. Ossidati nel tempo. Wow, che bello. Molto bello, sì. Diventerà sì. Grigio. Fra 10-12 anni diventerà grigio. Ok. Ma normalmente un albero va a morire? No, perché raccogliamo solo le cellule morte, che rigenerano anno dopo anno. Quindi... Ah, ok. Per avere sughero la pianta deve essere sempre viva, sempre in piedi, non muore okay. Mai. Nu zie ik dus eindelijk hoe dat werkt. Kijk, hier zie je die kurk zitten van de kurkboom. En wij krijgen elk jaar op het château krijgen wij dus zakken vol. Dat is heel feest op het moment. Dan komen de kurken binnen voor de botteling. Zakken vol met kurken komen binnen. En dat is altijd leuk, want dan weet je, de oogst zit erop, de wijn gaat in de fles, het jaar is gesloten. En dan, ja, het eerste wat we doen is die zakken openmaken, kijken hoe zijn de kurken dit jaar. Zitten er veel gaatjes in, zijn ze gebarsten, steekproeven nemen. Met elke zak een paar kurken proberen, eraan ruiken, erop kauwen soms wel. En nu zie ik waar die dingen vandaan komen. Dat is hartstikke leuk om te zien. Quanti anni ne stesse de groeien? Allora, la legge regionale dice 10 anni. Sì? Però alcune aziende, a cominciare dalla nostra, stanno portando la raccolta a 12 anni, perché così 12? Il sughero okay. È più maturo ed è migliore. Ah, ok. Diventerà quasi così grosso. Ok. È una cosa unica della nostra terra, ma di tutto il bacino occidentale del Mediterraneo. Ah, okay. Perché il sughero nasce e cresce solo da noi. È un'eccellenza di questa parte del mondo. Ja, dat vind ik een heel prettig idee, dat het alleen maar hier vandaan komt. En dat zijn natuurlijk de beste kurken ter wereld. Meglio kurke di mondo. Probabilmente sì. Zou ik ook zeggen. Ze zijn mooi, man. E questi drolli? Qui, questo è il diserbante ecologico. Diserbante ecologico? Sì, sono degli asini che vivono liberi qua in questa foresta e ci aiutano a controllare il sottobosco senza usare diserbanti o elementi chimici. Mm. Capito? Il sottobosco ci deve essere, ma non deve essere troppo fitto, okay. Se no la pianta non vive bene. Ah, gli asini? Sì, diserbante ecologico. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questi sono asini di una razza protetta, di una razza autoctona sarda. Ah, ok. Erba. Non voglio. Nee, dat niet. Maar al snel blijkt dat de wilde ezels het sappige gras graag afwisselen met een broodje gezond. Oké. Okay. Wat een prachtige beesten, zeg. Ik zou ook wel zo'n ezeltje willen zijn, hier lekker door zo'n kurkenbos lopen. Een beetje knabbelen aan het malse gras en op zijn tijd een Italiaanse bol. Wow, incredibile. E quanti tempo vuoi? Questo è il sughero che è stato raccolto l'anno scorso. Ah, ok. Resta qua più o meno un anno, 12 mesi. Dit is het. Ik heb alles vast willen pakken. Dit prachtig. Dit kurk is de jas van een boom. Ik zou ook zo aan kunnen trekken. Ik zou zo'n boom geworden. Weegt weinig. Kurk. Zo fantastisch. Dat doet me een beetje denken aan vroeger op school. Als we een toneelstukje moesten doen. Dan werden de leuke rollen altijd uitgezet. Dan kreeg ik nooit. Ik moest altijd een boom spelen. Ik moest heel aan het zo staan. Spelen. Wordt helemaal. Maar hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Voordat ze echte kurken mogen worden, gaan de boombasten eerst in een warm bad. Daarna worden ze zachtjes geplet om de rondingen eruit te halen.
Questo è il sughero che è uscito dalla caldaia per la bollitura. Ok. Perché se no mantiene la curvatura del tronco. Ok, ok. Andiamo. Perché non usano il zucchero? Sentono, cercano il sughero che non abbia odore di tappo. Ok. Perché anche il TCA, sai cos'è? Quello, il famoso odore di tappo. Ok. Lo si trova già nella plancia. Ok. Dus dat hoef je in de restaurant eigenlijk niet meer te doen, dat heeft die man al voor je gedaan. Deze even proberen. Oula, je kijk. TCA. TCA. Oh. Oh. Ja. Hey. De indrukwekkende machines verhullen niet dat het hier om echt handwerk gaat. Per dag worden hier 2 miljoen kurken met levensgevaarlijke precisie uit de bast geplopt. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi della visita. Sì, arrivederci. A presto, okay. Alla prossima. Ciao. Ciao. Hier is het dus allemaal om te doen. Dit kleine dingetje waar ze op Sardinië zo goed in zijn. En als je nou een keer weer een fles wijn opentrekt, denk dan aan het bos, aan die ezeltjes. Denk dan daaraan. Dat is een belangrijk dingetje. Het is klein, maar de kurk vormt het startschot van een avond wijngenot. Ik ben een gezegend mens. Schaapherder Gigi geeft een feestje bij hem thuis en ik ben uitgenodigd. Voor het eerst in mijn leven ga ik een typisch Sardijns schaapherdersfeestje meemaken. Gigi. Timber, oh. Timber, gambe, sei, come va? Sì, molto bene. Sei. È un gioco antico nostro questo qui. Ah, ok. Samurra, capito? Samurra. Si arriva al 16, lui ha contatto e loro ci hanno sfidato. Ah. Ora hanno perso e devono versare da bere perché noi beviamo. Ha pagato, per quello, lui ha pagato. Come va a pagare da bere adesso? Ah, ok. E bida. Ok. A cento, a cento, a cento, a cento, a cento anni. Salute. Salute. Eia. La prossima. Mm. Tutto. Pacche. Buono. 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 C'è un canto a sarda speciale? Questo è un canto antico della Sardegna, a tenores. E fanno il verso ognuno dell'animale. Uno la pecora, uno il bue, uno l'asino. C'è uno la capra, scusami, e uno la voce solista, capito? Okay. Riprendono i versi animali perché è un canto dei pastori antichi. Okay. Si balla a coppie, logicamente in base a quello che dà il passo di danza, lo danno loro e loro cantano il passo, vedi come è perfetto. Tutti uguali. Bravo! Alto Michele! De aanstekelijke vrolijkheid en niet te vergeten de lokale wijn doen hun werk. Ik dans de Sardijnse horlepiep alsof ik nooit anders heb gedaan. Ik ben van ze gaan houden. Ik vind het een prachtland, Sardinië. Stoer en raar tolkinglandschap. En de mensen zijn net zo. Ze hebben niet veel, maar wat ze hebben, maken ze echt alles van. Stuk met de traditie, stuk met het eten, de goede dingen van het leven. Ik vind het al op. Thank you.
thuis bij Avrotros.